natuurlijk een avontuur, maar het succes is er. Moet eens kijken wat er gedanst wordt. En hoe de mensen plezier hebben aan de tafels en aan de barretjes. Geweldig. Jack, jij bent de discjockey van de jaren 70 van Biribi. Vertel eens, wat weet je nog van die tijd? Mooie vrouwen, in Almelo. Nee, het was leuk, het is gezellige tijd. Je kwam op een gegeven moment in Almelo. Je kwam als westerling binnen. Je was wel getrouwd te vieren, maar Almelo kende je gewoon niet. En ze zei helemaal alleen van, joh, ik wil jou als discjockey hebben. Ze zei, is goed joh, dat doe ik. Ik zeg, als ik maar betaald. En dat deed hij ook goed. Dus ik ging hier draaien en ik heb het leuk naar mijn zin gehad. Wat vind je van de opkomst? Ja, geweldig. We hebben van tevoren gezegd dat er wel 400 man uitkomen. Doen we het helemaal top. Nou, volgens mij gaan we eroverheen. Even vertellen, er zijn uit Engeland een paar mensen. Die zijn speciaal gekomen. Er komt er eentje uit Emmen, er komt er eentje uit Vught. Eentje uit Brussel. Nou, te gek. Met andere woorden, niemand is nog Biribi vergeten. Nee, mij ook niet. Dat vind ik heel fijn. Ik was heel veel koppen kwijt, maar als je dat helemaal ziet... Nou, ik moest wel even een traantje wegpinken hoor. Dat doe ik vanavond ook nog een keer thuis. Reunie van Biribi. Moet het in de toekomst vaker gebeuren? Reunie van Biribi. Moet dat in de toekomst vaker gebeuren? Nou, het hoeft niet zozeer een reunie van Biribi te zijn. Maar gewoon lekker weer goud van oud. Met jong nieuw volk erbij. Dan blijft die muziek gewoon gaan. En lengte van dagen. En dat jurk jij toe? Juist. Ja.